De Marktbond wil niet vaker met hun kramen in een lintvorm door de stad dan een paar keer per jaar. Dat hebben ze onlangs in een vergadering besloten. Ben Geelink, voorzitter van de Marktbond, legt uit waarom dit besluit is gevallen. Je hebt hier met 70, 80 ondernemers te doen, kooplieden, die wekelijks hun vaste klanten hebben en hun boterham hier verdienen. En men vergeet altijd, het is net op de markt als in een supermarkt. Men heeft hun eigen ritueeltje, hun eigen loopje, een vaste loop. En kom je op zo'n lintmarkt, we hebben er nou twee jaar geleden gehad, toen we 6 weken weg moesten voor de lichtlindenverplaatsing. Dan merk je gewoon, vooral in de ochtenduren, dan merk je gewoon dat je vaste klanten, die zijn zoekende. Die kunnen je niet vinden, het ligt te ver uit elkaar. Kijk, de kracht van Hengeloze Markt is dat je gewoon mooie brede gangen hebt. Het ligt allemaal compact bij elkaar. Veel mensen vinden de marktkramen in lintvorm door de stad gezellig. Volgens Geelink leidt dit tot inkomstenderving. Je komt iemand aan de boterham en dat moet je niet willen. Ik ben altijd van mening, als je een feestje houdt in Hengelo, dan moeten we het er allemaal beter van hebben. En dan moet het niet zo zijn dat iemand anders extra geld genereert en dat iemand anders daar geld voor moet laten liggen en omzetverlies hebben. Dat moet je niet willen. Er zijn een paar momenten per jaar dat de Marktbond genoodzaakt is af te zien van de markt als standplaats. Daar wil de Marktbond het dan ook bij houden. Sinds maandag is in Hengelo het infopunt Mediwi 20 geopend. Hier kunnen gebruikers van medicinale wiet informatie krijgen over de soort wiet die ze kunnen gebruiken en hoe ze die moeten kweken. Jan-Willem Essink legt uit waarom zo'n informatiepunt nodig is. Omdat er heel veel mensen zijn die op Mediwiet aangewezen zijn en momenteel niet de juiste informatie krijgen over de Mediwiet. Dat komt voornamelijk omdat er een gedoogde beleid is en geen controle op wat er gekweekt wordt en op waardes wordt er ook niks gegeven. Er wordt wel toezicht gehouden op de natuurzuiverheid en de dosering van de wiet. Uiteindelijk bij een coffeeshop, je weet niet in wiens handen het is geweest. Uiteindelijk de kwaliteit, je weet niet wat het allemaal heeft. Dus aan de ene kant, als je controle daarover hebt, zou het voor mij beter uitkomen, weet je wel. Want dan weet je wat je inneemt. Uiteindelijk, als je sommige medicatie heb je gewoon sommige mensen het hele leven nodig. En uiteindelijk is het destructiever voor je lichaam dan een jointje roken of eventueel een wietheetje drinken zoals het mogelijk is. Ook zal het infopunt overleggen met gemeente, politie, huisartsen en zorgverzekeraars. We hebben nog geen overleg met de gemeente gehad. We hebben aangekondigd dat we een softdrugsvoorlichtings- en hulpverleningspunt wouden worden. Nu gaan we eerst inventariseren welke mensen, hoeveel mensen er in Hengelo en omstreken en misschien in Twente wel zijn die aangewezen op Mediwiet. En dan wouden we contact met de gemeente opnemen en hopen we op een democratisch besluit. Het ROC De Gieterij zet zich in voor de Serious Request actie van 3FM. Op dinsdag 11 december konden mensen voor €15 een wintercheck laten uitvoeren op een auto. De actie waar die vandaan is eigenlijk vanuit ons schoolproject, het examenklasproject van onze werkplaatsmanagersopleiding. We moesten iets verzinnen, eigenlijk iets organisatorisch. Dus wat nou leuker als een wintercheck organiseren voor het goede doel. Je slaat 2 vliegen in 1 klap, dus dit leek ons een hele leuke actie. De organisatorklas is eigenlijk vierdejaars en ook onze clusterklas die zie je hier achteraan het werk, dat zijn ook vierdejaars. Dat zijn de technisch specialisten, dus toch echt de gevorderde monteurs. Ook met genoeg stageervaring en allemaal een rijbewijs, dus die kunnen netjes de auto's naar binnen rijden. Dus, onze totale capaciteit over de 2 vestigingen was 940 auto's. Als je daarnaar kijkt, direct daardoor kom je op plusminus €13.000 uit. Maar daar komen we helaas niet aan, dat is natuurlijk wel jammer. Al het geld wordt bij de opening op 18 december naar het Glazen Huis in Enschede gebracht. Bewonersvereniging Ons Belang schenkt speeltuin Fantasia in de Hasseler S een sona. Dat is een hypermodern speeltoestel waarbij met 1 druk op de knop allerlei reken-, reactie- en behendigheidsspelletjes kunnen worden uitgevoerd. Ook voor volwassenen is het een leuk apparaat om de conditie op peil te houden. De bewonersvereniging Ons Belang heft zichzelf op. Het saldo dat nog in kas zat, is nu beschikbaar gesteld voor het interactieve speeltoestel. Nou, en toen kwam hier uit deze wijk de vraag om een mooi project neer te zetten. We zijn met de gemeente in overleg gegaan, waar heel veel kinderen wonen. Nou, dat werd Hasseres hier genoemd. En toen werd er vanuit de scholen gezegd, er moest iets voor meisjes komen, want er waren wel voetbalmuren en allerlei dingen, maar voor meisjes die dan wat ouder waren, was er niet zoveel. Toen kwam dit fantastisch mooie speeltoestel tevoorschijn. Na de overdracht namen kinderen van het kinderwerk van Cultuurhuis Hengelo de sona in gebruik.
Woensdag was het Nationale Naturalisatiedag. Ook in Hengelo kregen een aantal mensen officieel het Nederlanderschap. In de burgerzaal van het stadhuis stond burgemeester Sander Schelberg stil bij de betekenis daarvan. Daarna werden de formele inburgeringsverplichtingen afgesloten en kregen de nieuwe Nederlanders een officiële verklaring uitgereikt. Oorspronkelijk kom ik uit Spanje, omdat ik eerst mijn eigen nationaliteit niet wou afgeven. En nu dat ik volwassener ben en meer in de samenleving ben, ben ik er toch wel afgekomen dat ik mijn Nederlandse nationaliteit wel nodig heb. Ik denk dat ik wel mag zeggen dat ik echt Nederlander ben nu. Ik ben heel blij omdat mijn land is echt gevaarlijk en ik kan niet daar leven. En ik ben heel blij omdat ik ben Nederlanders. Ja, Nederland, heel mooi land, hele mooie mensen, hele goede mensen en alles. Na afloop van het officiële gedeelte waren er felicitaties van familie en vrienden voor de Hengeloze genaturaliseerden. Poppodium Metropool is door de vereniging Nederlandse Podia en Festivals in 3 categorieën genomineerd voor een ijzeren podiumdier. Het gaat om beste podium, beste programmeur en beste directeur. In de wereld van de poppodia en evenementen geldt het ijzeren podiumdier als een zeer prestigieuze prijs. Jaarlijks worden er een vijftal podia genomineerd. Dat zijn traditioneel de afgelopen jaren vaak podia geweest in de Randstad. En het was voor ons een totale verrassing dat wij werden genomineerd als een van die beste podia van 2012. Vroeger nomineerde het bestuur van de VNPF, de brancheorganisatie, nomineerde een aantal podia. Om te voorkomen dat dat te veel een ons kent ons feestje werd, is er op een gegeven moment gekozen voor een andere vorm. Waarin de podia en de festivals en boekingskantoren allemaal een stem kunnen uitbrengen op hun favoriete podium. En daar komt een top 5 uit voort. En daar zit je dan in. Dus het is een vrij neutrale procedure. Wijs denkt dat Metropool onder andere genomineerd is vanwege de goede programmering en de waardering van zowel bezoekers als artiesten. We weten ons dit afgelopen jaar echt in de 5, 6 grote landelijke podia, om die groep te manifesteren. Dat merken we ook aan ons publiek. Ons publiek komt steeds vaker ook van buiten Overijssel, zelfs uit de Randstad. Dus we hebben een landelijke uitstraling. En vervolgens proberen we het zo goed mogelijk te doen. Dus een goed programma trekt mensen, hè, ook als je het daarnaast nog eens een keer goed verkoopt. Maar om ze te laten terugkomen moet je zorgen dat het hier allemaal klopt. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt bij het Noorderslagfestival in Groningen. Dat vindt dit jaar plaats op zaterdag 12 januari 2013.